Op initiatief van energiecoöperatie De Anjemer Eendracht had de gemeente Noord-Eerst-Friesland 4,4 miljoen euro kregen. Dat geld is bedoeld om Anjem van het gas af te krijgen. Inwenners worden daarmee stiepen om haar huizen te isoleren, maar ook om energiejarmoede tegen te gaan. Wij vragen de inwenners wat zij van dit initiatief vinden. Ja, ik ben echt Anjemer. Ja, we zijn er heel blij mee, tuurlijk. Ooit gaat het misschien ergens anders heen. En nog een wijd maar. En dan kunnen mensen er wat mee doen. Nou, dat zou het wel genoeg. Ik vind dat wel een goed streven. En dat is ook wel mooi dat zij dat je krijgt. Ze ben ik dicht bij het veld hier. Dus wat dat betreft, ja, goede zaak. Maar erbij waren. Het zit die energieprijs maar niks zo heet. Dus het komt hier alleen nog maar meer in de meer. Nou, het is vanzelf een mooie takkomstdream, hè? Het moet vanzelf wel even realiseerd worden. Een hele producenten zijn er ook wel een beetje oors verdelen mochten. Maar wij weten weer en dan mocht ik wel wat heen. Maar ja. Dat zie je er net in, he, waarschijnlijk. Hij u twijfels dat het nog slagt? Ja, ik denk van de toekomst al. Maar net op kwade termijn. Dat moet wel tijd doorheen gaan natuurlijk. Want ik denk dat alle wendingen van het gas aanmaten. En ik zie ze om me heen in die alle huizen. Dan is het een hele ingreep, hè? Als je een oude woning hebt en je moet helemaal aanpassen. Wie betaalt dat? Dus... Er zit nog meer achter dan alleen een beetje subsidie, hè? Denk ik. Het dorp had een energieloket openen voor de bewoners om vragen te beantwoorden en haar te helpen bij het verdwarsemen van haar huizen. Energiecoach Koos Achterreek leidt uit wat ze met het geld dwaan zullen. Het brengt het dorp een start met het aardgasvrij meidje van het dorp zelf. We hebben van plan om zeg maar een warmtenettenmeidje door het dorp heen. Voed met warmte uit oppervlaktewetter, met warmtepompen. En op een doel werd heel Anjem dan aardgasvrij. En de bedoeling is ook dat het budgetneutraal is. He, dat het eigenlijk net meer kost dan dat het nou kost om gas te broeken. De draagvlak is eigenlijk nou ja, vanzelf net verkeerd. Want we komen eigenlijk een cadeautje brengen van 4,4 miljoen. En eigenlijk is het heel positief ontvangen. He, per week alleen hebben we informatiejoen gehad. Daar hebben we 174 mensen die ben je kamer. Op een dorp, zoals Anjem, is dat een hele prutte mensen. En er waren vanzelf wel kritische vragen, maar die kritische vragen waren eigenlijk ook positief vregen. En we hadden een mooi antwoord op Jonken. En ja, eigenlijk uiteindelijk ben we heel tevreden met zeg maar, het gevoel wat de Joen had.